En de start is gevallen. Tesla kijkt van de binnenkant naar buiten om te zien of er iemand sneller is dan hij. Hij wil met Autostream wel graag de kop. Maar dat gaat niet lukken, want Orion Dragon is sneller en die pakt de kop. Aan de buitenkant daarnaast Jules Hazelaar. Dat was een streep door de rekening van de Tesla-tactiek. Want ze liggen nu 2 en 3 en voor hun ligt de 6. En dat is Orion Dragon. Aan de bocht door, daarachter op de 4e plek, is Oliver Transair goed weggekomen. Komt toch de druk aan de buitenkant van Jules Hazelaar. Die gaat nu de koploper onder druk zetten, Orion Dragon. Maar Orion Dragon geeft niet af. Orion Dragon, Jules Hazelaar, wordt weer teruggenomen. Daarachter ligt Oliver Transair er heel mooi in. Aan de buitenkant, aan de binnenkant daarnaast ligt Otis Dream. De opening is 1-10-2. Vijfde plaats is voor Orville Stone. Die sluit nu ook aan. Een galoppade in het achterveld van Ottini Bianco. 2-2 galop. En ook de 2 is eruit, Oliver Kite. En uitgeschakeld nummer 9 galop. Allebei de paarden van Rob de Vlieger op dezelfde plek zo'n beetje. Zijn eruit. En dit zijn de paarden die dan nog over zijn die we hier in beeld hebben. Gaan de bocht door en het is Micha Brouwer die controleert met Orion Dragon. Aan de buitenkant Jules Hazelaar. Daarachter aan de relingzijde ligt Otis Dream. In het tweede spoor daarnaast ligt Oliver Transair. Daarachter Robin Bakker met Oliver Stone. En daarachter volgt nog 1 deelnemer die ook naar het tweede spoor is geschoven. En zo gaan we voor de tribune langs met nog een ronde te gaan. Dat is Jeffrey Miras met Olympus Dragon. 16-3, de tweede tussentijd. De eerste kilometer gaat 13 en een beetje. En zo gaan ze de laatste kilometer in met Orion Dragon, de favoriet, makkelijk aan kop. Orion Dragon gaat op weg naar de Z-Turf-bocht. Die draait hij nu in. Buitenkant Jules Hazelaar, de winnaar van de sweepstakes. En daarachter aan de relingzijde Autostream, de nummer 2 van de sweepstakes. Dan Oliver Transair, die in de sweepstakes niet uit de verf kwam. Toen moest hij van te ver komen, nu niet. En daarachter volgt op plek 5 het nummer 5, Oliver Stone. Zesde plaats daarachter voor Olympus Dragon. Die 6 paarden gaan het onderling uitmaken. In deze Fokkers Trofee O om bijna 38.000 euro aan prijzen. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Druk wordt opgevoerd door Jules Hazelaar. Aan de binnenkant Orion Dragon die nu moet counteren. 17-9 is de tussentijd. Jules pakt een halsje voorsprong. Orion komt weer terug. Zo gaan ze de laatste bocht in. Oliver Transair kan heel makkelijk volgen, maar gaat een hele rare stap maken op dit moment. En dat kost hem even zijn momentum. Moet weer opnieuw aanzetten. Halverwege de Tjarda bocht is het nog altijd Orion Dragon die leidt. Orion Dragon komt als eerste de laatste rechte lijn. Oliver Transair heeft zich weer herpakt, gaat nu de aanval openen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Dus Orion Dragon aan de binnenzijde. Orion Dragon, de buitenkant Jules Hazelaar. Daarachter Oliver Transair op plaats 3. Jules neemt over, dat naar het spoor naast de leider. 11-6 de tussentijd. En het is Jules Hazelaar die gaat winnen. Tweede is aan de buitenkant nog Olympus Dragon. Weer een 1-2 voor Tesselaar. En daar zijn ze blij mee. Derde plaats voor de 6, Orion Dragon. Tijd voor de winnaar, 14 rond.